Het is Joet Han nu te mouwen in het park van Vogelsangstaten bij Fink Leester. Het is een van de 21 locaties in Friesland dat vrijwilligers werken in de natuur. Hier besteedt de groep vooral uit squalbeen en steerteleden. Wil het een beetje? Nee. Nee? Nee. Wat nou? Het is een beetje zwier. Toch wel? Ja. Wil ik helpen? Ja, graag. Oh, er komt de hulp along. Ja. Wat maakt Molly het dan? Nou, we maken zaai en dan maken we van Kleerse Bos maken we de beem om zaagje die de orenbeem. Weet dat ik wel? In paardstenen. Ja, in paardstenen zaai. Normaliter, dan ben je ontstikken lezen natuurlijk. Maar het is mooi werk. Ja. Hoe belangrijk is dit werk? Wichtig, want zonder deze stiepen kan dit land goed natuurlijk net bestaan. En als de baron alles in hier maakt, dan gaat het failliet. Al mij al doorgejoerd het alleen al in Friesland, dan liet ze zo'n 100 mensen mei onder natuurwerkdij. Natuurorganisaties kunnen net meer zonder vrijwilligers. Want jaarlijks binnen die goed van 24.000 uren om onderhoudswerk in de Friese natuur. Maar dat het zo trok jet met alle bezuinigings op natuurclubs, wordt het hield die dreigers ook te organiseren. Je moet het werk voorbereiden, de locaties zoeken, met de eigenaren overleggen wat er gedaan moet worden. Kennis ook toevoegen aan vanuit ons wat zinnig is, hè, wat pak je dan. Het werk moet ook gewoon georganiseerd worden, vrijwilligers, de gereedschappen, noem maar op. Dat kan net toch vrijwilligers niet worden? Nee, ik denk dat je daar echt professionele inzet voor nodig hebt. Intussen is een groepje dwaande de bladen nu te grijf te hellen, wat ik dat moet gebeuren. Maar vrijwillig of net? Het is wel werk. Ja, dat is al je werk, hè? Ja, mag ja. Hoort er ook bij. Ja. Waarom doe je het mij om deze dag? Ja, ik wil graag ook wel weer de natuur schoonmaken. Dat vind ik ook wel weer goed toe.